Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. We gaan weer daar lagen die Rolexen, die vier horloges, bij niet deze maar die eroverheen. En misschien is het wel van deze plek vandaan gekomen. Kijk, hier is ook niet al te duur, dus hier kan ik gaan zoeken mooi langs die kant. Misschien pak ik de overkant nog, dan kan ik ook komen. En ik weet niet of ik last nog kom met de magneet, maar dat gaan we misschien ook nog even doen. En een beetje op de kant kijken en wie weet het allemaal vinden. Hopelijk gaan we weer wat leuke dingen zoeken. Tot deze vondst. Oké, er lag net een tv, weet ik wel zeker, en nu dit. Volgens mij zijn het boodschappen, want er zitten potten in. Nou, dit heet... munten! Niet waar! Holy shit! Zijn dit euro's? Nee. Liberië? Hier, Frankrijk. Gewoon een muntenverzameling. Oh, dit is cool. Wow! Oké, ik bel even mijn vader hoor, dit is zo cool. Mijn vader komt eraan, maar moet je zien hoeveel dit er zijn. Zo cool is dit, hé. Het zijn Deense, Franse en uit Liberië of zo. Ja. En dit zijn allemaal Deense, helemaal vol hoor. Moet je zien hoeveel. Wow, dit is zo cool. Oké, ik moet ze dan even allemaal schoonmaken. Wow. Cool is dit. Kijk, hier liggen alle vijf de knopen. Oh, ik vind ze echt oprecht mooi. Nou, ik denk dat misschien liggen er nog wel een paar hier. Maar ik ben wel weer benieuwd naar de overkant. Dus we gaan daar weer even heen. Tot zo. Ik heb de horloge er even bij gelegd. Die had ik nog niet goed laten zien. Nou, hier is al te zien hoeveel munten het zijn. Ik heb ze nog niet geteld. Dat komt nu hier boven in beeld. En ik heb hier nog wat spul liggen. Ik had gezien om schoon te maken. Dus dat moet nog een andere keer doen. Ik heb vijf van deze knopen. Met zo'n jachthoorn. En ik weet nog steeds niet wat zijn. Bliksemschichten of... scherp. Dat weet ik nog niet. Dan
De revolver, we hebben hem al opgezocht op internet. We weten ook al wat voor type het is. Dat staat hier ook. Een Olympic 6. Hierboven staat nog wat meer informatie bij mijn duim. En dan hier de horloges. Ze zijn nog een beetje nat van binnen. Maar dat ze gewoon een beetje in de zon houden en hopen dat hij goed droogt. En nog blinkertje, weer een deel van een kenteken. Vorige keer hadden we een hele. Maar het was een leuk afgelopen 2 dagen. En tot de volgende video.